Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Twee weken geleden introduceerden we al onze Pulse-variant, waarin je iedere twee weken kort wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. En daarnaast gaan we iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid in op een specifiek thema. En in deze aflevering gaan we dat doen over het thema toegankelijkheid van websites en apps. Omdat vanaf 23 september alle websites en apps van de overheid toegankelijk moeten zijn. Wat dat precies inhoudt en of je daar ook je voordeel mee kunt doen voor je eigen website of eigen app, daar gaan we over praten. En dat doe ik met Martin Kracht. Hij is User Experience en CRO specialist bij Adwise. Hey Martin. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. En natuurlijk Daan, stratege bij Adwise en vaste co-host van deze podcast. Hey Daan. Hey Jeroen. Even voor de luisteraars, dit is onze eerste echte wat uitgebreidere deep dive aflevering, waar we het puur over het thema gaan hebben. Maar je kunt je dus op onze podcast gewoon geabonneerd blijven om ook de Pulse afleveringen te volgen, waarin we je kort bijpraten over diverse ontwikkelingen. Maar vandaag dus specifiek over toegankelijkheid. Martin, ja, toegankelijkheid van een website, dat is vrij abstract. Waar moeten we aan denken dan bij die term? Ja, toegankelijkheid is inderdaad best wel een abstracte term. Maar ik denk dat je het best kan uitleggen als de combinatie van bereikbaarheid en bruikbaarheid van de website. Even een simpel voorbeeld. Stel je gaat naar de plaatselijke bank. Dan hebben zij een ingang, maar die ingang is waarschijnlijk ook geschikt voor mensen die slechte been zijn. Dat heb je online eigenlijk ook. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan mensen die dan een beperking hebben die online tegenloopt. Dus het kan slechtziendheid zijn of het zou kleurenblindheid kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld een oude telefoon hebben of een slechte internetverbinding. Dat is ook een vorm van een beperking die je online tegen kan komen. En dan wil je toch dat mensen de website kunnen gebruiken en dat noem je toegankelijkheid. Oké, dus het gaat verder dan alleen maar, waar vaak aan gedacht wordt, beperkingen, visuele beperkingen bijvoorbeeld. Maar je kunt je ook voorstellen dat mensen traag internet hebben thuis en dan wil je toch dat je site niet compleet alleen maar gericht is op mensen met snel internet bijvoorbeeld. Je zou bijvoorbeeld een website kunnen opbouwen met grote JavaScript. Dus mooie bewegingen en visuele effecten erin. Maar dat is mogelijk, als iemand een slechte internetverbinding heeft of misschien wel een oude computer, kan het best zijn dat helemaal niet zo goed overkomt. Dus dat zou ook een vorm van een beperking kunnen zijn. Daan, ben jij daar echt over specifiek het onderwerp toegankelijkheid? Ben je daar in je werk mee bezig? Denk je daar vaak over na als je met klanten erover spart? Nou, we zijn toevallig, ik heb samen met een collega ook Tom, een jaar geleden bij de gemeente Breda geweest. En die waren natuurlijk ook al bezig met dit topic, van die regelgeving komt eraan, wat kunnen we doen? En toen hebben we hen specifiek geholpen, ook met usability testing en dat soort dingen. Dus die legden de vraag ook weer een beetje terug, van hoe kom je nou achter al die toegankelijkheidsbelemmeringen? En dan blijkt er ook een lijst te zijn, gewoon die ook door de overheid wordt aangeleverd. Allerlei richtlijnen, die staan op digitaleoverheid.nl. Er zijn een paar dingen die zijn gewoon heel technisch, van hoe je dat in HTML-code en zo moet oplossen, in traagladende elementen. Maar er zijn ook een hele hoop dingen die gaan gewoon voor het vullen van content, bijvoorbeeld op websites, echt voor redactieteams. En daar zit toch ook wel iets in wat heel snel ook weer usability en gebruiksvriendelijkheid van de website raakt. Dus er zitten allerlei interessante basisregeltjes in die toegankelijkheidsrichtlijn, ook van de overheid, die je denk ik als marketeer met een website ook heel goed is kan toetsen. Want dat zijn natuurlijk echte regeltjes voor mensen die dus een handicap hebben, maar die zijn ook echt toepassing op iedereen van ons. Ja, want de overheid heeft deze wet steken ze volgens mij wel heel specifiek in voor mensen met een daadwerkelijke beperking, handicap, hoe je het ook wil noemen. Maar toegankelijkheid, hè, Martin, jij introduceerde het net al, dat gaat natuurlijk over eigenlijk veel meer. Ik kan me haast niet voorstellen dat de overheid het belangrijk vindt dat je website snel is of zo. De overheid richt zich echt op de minderheden, de mensen met een beperking, volgens mij, Martin. Dat is wel waar het nu het meest op gericht is. En dat is op zich ook wel logisch. Want als je nagaat dat de overheid, die doet natuurlijk steeds meer dingen digitaal. Denk bijvoorbeeld aan je belastingaangifte, die je bijna alleen nog digitaal kan doen. Of bijvoorbeeld alle post die je krijgt in de Mijn Overheid-omgeving. Ja, als je wil dat breed geadopteerd wordt, dus dat iedereen daarmee overweg kan, dan moet je ook zorgen dat het voor iedereen werkt. Ja. En dan is het al heel snel inderdaad ook lichamelijke beperkingen. Ja, dus dan kun je het hebben over blind of slechtziende, over ouderen. Ik zat heel even ter voorbereiding op deze aflevering te googlen en ik zag dat in Nederland ongeveer 300.000 mensen blind of slechtziend zijn. En daarvan
Er zijn ongeveer 220.000 slechtziend en dan ruim 70.000, bijna 80.000 mensen blind. Maar dat betekent dus wel dat echt een heel grote groep Nederlanders slechtziend is. Dus die bevinden zich echt niet alleen maar op een overheidswebsite, die bevinden zich ook gewoon op jouw website als marketeer. Dus daar, het is gewoon een doelgroep waar je rekening mee moet houden, wat jouw leads of omzet kan kosten als je daar onvoldoende bij aansluit, lijkt me. Ja, absoluut. En je ziet het ook in twee dingen. Je ziet het heel veel in contrast terugkomen. Dat is een probleem waar veel mensen last van hebben. Bijvoorbeeld lichtgrijs of donkergrijs, die combinatie. Maar kleurenblindheid komt inderdaad ook heel veel voor bij vooral mannen, als ik het goed heb. Ik geloof dat het bijna 1 op 12 is, maar dat weet ik niet zeker. En dan is het ook de kleur groen-oranje, die heel slecht combineert. Dus dat is zeker wel iets om rekening mee te houden in je designs. En wat zijn nog meer dingen waar je aan kunt denken als je praat over toegankelijkheid? In welke zin bedoel je die? Ze hadden het even over sitespeed, je hebt het over kleuren. Zijn er dingen waar de overheid nog meer zwaar op inzet of waar we als marketeer veel meer rekening moeten houden? Ja, want naast de website die Daan net al noemde, heb je ook digitoegankelijk.nl. En daar heeft de overheid een heel stappenplan geschreven van waar je allemaal rekening mee kan houden. En ook hoe je het gedeeltelijk kan oplossen. Dan zie je dat ze bijvoorbeeld ook rekening houden met altteksten. Die zijn heel belangrijk voor blinden bijvoorbeeld. Als zij het laten voorlezen, dan wordt de alttekst voorgelezen in plaats van een afbeelding. Alttekst is een stukje tekst wat je aan een afbeelding meegeeft. Ja, klopt inderdaad. Dan geef je dus als de afbeelding niet wordt weergegeven, dan wordt die tekst getoond. Zodat je eigenlijk kunt zien of in ieder geval kunt lezen wat daar op de afbeelding had gestaan. Je ziet dat dat uiteindelijk voor Google ook heel goed is. Dus ik denk dat veel websites dat uiteindelijk ook al wel hebben toegepast inmiddels. Eigenlijk wil Google ook dat je de website toegankelijk maakt voor slechtzienden bijvoorbeeld. Ja. Daan, wat kun je als marketeer nou mee? Wat zou jij adviseren? Nou, ik vond het, maar dat kan jij beter denk ik uitleggen, Maarten. Ik heb er jullie ook wel eens over horen praten. De zogenaamde CRO, dus de Conversion Rate Optimization Piramide. Ja. En als ik het goed begrijp, bedoel je er altijd mee dat je eerst moet beginnen eigenlijk met de toegankelijkheid. En pas daarna nog mooier maken, echt de gebruiksvriendelijkheid nog beter maken. Of het bezoekers verleiden tot converteren. Dat principe vind ik wel heel mooi. Misschien zou je er wat meer over kunnen vertellen. Ja, nou, wij beginnen eigenlijk zelfs nog een stap voor toegankelijkheid. Wij beginnen echt in de stap functioneel. Dus wij gaan ook kijken, werkt de website überhaupt? Wat je toch best vaak tegenkomt is dat websites nog 404 pagina's hebben bijvoorbeeld. Of een formulier die niet werkt. Als dat zo is, dan is toegankelijkheid eigenlijk nog helemaal niet aan de orde. Dat is het allereerste wat je wil oplossen. De piramide is gericht op steeds de quick wins en steeds een niveau hoger gaan. Eigenlijk hoe lager in de piramide je zit, je hebt verschillende fasen. En dat begint bij functioneel, dus werkt die. Dan ga je naar toegankelijkheid, dan ga je naar gebruiksvriendelijkheid. En vervolgens ga je naar intuïtiviteit of bijna misschien wel een stukje personalisatie. En hoe lager je in de piramide zit, hoe groter het effect is op je uiteindelijke conversie. Dus je kunt je voorstellen dat als je website überhaupt niet werkt, dus je zit gewoon vol met 404 pagina's en je lost dat op, dat een groter impact heeft dan als jij ergens een zinnetje toevoegt binnen 2 minuten bestelt. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe je de piramide moet interpreteren. Dus het helpt eigenlijk om te prioriteren. En dan beginnen wij dus echt bij functioneel. En dan is toegankelijkheid eigenlijk al de tweede stap in die piramide. Dus die heeft zeker een hele grote en hele belangrijke impact op de conversie. Daarom vind ik dat zo interessant dat je eigenlijk zegt van die toegankelijkheid, dat is een beetje de basis. Dus ik zie een hele hoop marketeers al snel bezig zijn met usability en het verleidelijker maken en mooier maken van wat er al staat. Wat ik dan mooi vind is om eigenlijk, dat realiseerde ik toen ook, toen we al naar de gemeente Breda een keer toe kwamen. Als je door die regeltjes heen kijkt, die zijn opgesteld, dat er een hele hoop mooie basisregels in staan die je eigenlijk misschien even doen vragen van, hey, naast usability heb ik dat soort dingen wel goed getackled. En voorbeelden zijn de touch targets groot genoeg, weet je, of van touch apparaten. Zijn het niet van die kleine hokjes of gebruik je te kleine linktekstjes? Ook de navigatie dat die altijd terugroepbaar is, zeg maar. Een consistente navigatie door de gehele website heen. Dat zijn van die basisprincipes. Als je daar eens goed op focust voordat je gaat denken van hoe kan ik dat proces nou nog mooier maken. Een hele hoop basisregels die je daarin die je goed kan hanteren voordat je denkt nog beter te kunnen doen.
Maar Maarten, het is natuurlijk uiteindelijk, en Daan ook, wat je zegt, heel vaak vinden we als marketeers het AB-testen, het zinnetjes toevoegen, slimmer, dat vinden we allemaal gaaf om te doen. Dit is natuurlijk wel iets minder sexy werk, die toegankelijkheid. Misschien wel, maar het is in ieder geval een hele belangrijke fase waar je doorheen moet, voordat ook jouw testen echt impact hebben. En ik denk dat het juist ook alweer heel gaaf is om het te doen, omdat je ook heel snel de impact ervan ziet. Dus je bent wel echt heel concreet bezig en ziet ook snel resultaten. Dus dat maakt het aan de andere kant ook wel weer heel leuk om ermee bezig te zijn. Bedoel je daarmee dat dit toegankelijke bestaat, even de website überhaupt te bereiken en werkende formulieren en vervolgens die toegankelijkheid, die accessibility. Bedoel je daarmee dat zijn een soort, meer de grote stenen, de snelle stappen waar winst te behalen valt, voordat je in het hele fijnmazige verfijnen van een tekstje, een knopkleur, dat soort zaken terechtkomt? Ja, het is echt het fundament waar je op verder kunt bouwen. Je kunt het bijna zien als een huis. Als je geen goede fundering hebt, dan kun je wel beginnen met bouwen. Maar je vanzelf zal er een stuk instorten. Dat heb je op de website eigenlijk ook. Als hij niet functioneert en niet toegankelijk is, dan kun je er heel veel mooie steentjes op bouwen. Maar je website wordt er niet per se direct beter van. Nee, dan moet je eigenlijk terug naar de basis, dat eerst goed neerzetten. Is het daarmee een goede ontwikkeling dat de overheid dit nu als wet invoert, dit nu als eis gaat stellen? Ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om te weten dat de overheid, dus echt de overheidswebsites van het Rijk, die moeten al sinds 2010 aan deze eis voldoen. Mm-hmm. En deze nieuwe wet die geldt voor de semi-overheidswebsites. En die moeten sinds 2018, als ze nieuw gebouwd zijn, moet er al rekening mee gehouden zijn. En als ze niet nieuw gebouwd zijn, dus websites van voor 2018, moeten er dan vanaf 23 september 2020 aan voldoen. Dus de meeste overheidswebsites zullen eraan voldoen. Of moeten er in ieder geval aan voldoen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. En eigenlijk voor alle andere websites geldt precies hetzelfde. Met het enige verschil wat je daartussen zou kunnen noemen, is dat een overheidswebsite, daar wil je gewoon letterlijk ook voor alle uitzonderingen zorgen dat de website echt goed werkt. Op het moment dat het voor iets commercieels gaat, dan heb je ook iets meer economische afwegingen natuurlijk. Dan nog steeds denk ik dat het goed is om met iedereen rekening te houden. Maar dan zou je wel kunnen kijken of er andere oplossingen zijn dan die de overheid stelt. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn dat de overheid eist nu dat je een knop toevoegt waarmee je de tekst op de website tot 200% kan vergroten. Dat is een hele mooie optie natuurlijk. Maar je zou de kosten-baten kunnen afwegen en kunnen kijken of je misschien niet af kan door gewoon tekst in een grote puntgrootte überhaupt te tonen. En dat je daarmee al een heel groot deel opvangt. Ja, want is dat niet het risico dat als je je aan alles wilt houden, dat ook een beetje de mooierheid van de site afgaat? Of heb je al mooie voorbeelden al gezien? Ik denk dat de mooierheid er niet af hoeft te gaan. Maar ik denk dat je nog steeds een heel goed design kan maken met deze toegankelijkheidseisen. Heel veel eisen zitten ook onder water. Dus ik denk dat het design niet in de weg hoeft te staan. Ik kan me wel voorstellen dat er een aantal eisen tussen zitten. Veruit de meeste kun je gewoon toepassen. Ik bedoel, al teksten, dat moet je gewoon doen. Zorgen dat er een goed pad zit, dus dat je weet waar je je bevindt op de website. Dat moet je gewoon doen. En er zitten ook een aantal eisen tussen, die gaan vrij ver. Bijvoorbeeld zoals die knop toevoegen waarmee de tekstgrootte kan aanpassen. Ja, maar daar verbaas ik me bijvoorbeeld over. Want inmiddels iedere browser kun je je tekstgrootte aanpassen. Hè? Je kunt je computerscherm tekst gooien. Gewoon alle tekst op je computer aanpassen. Dus ik weet nog wel dat in de beginjaren heel veel websites zo'n stukje code hadden en die maakten het automatisch. Maar dat zie je eigenlijk bijna nergens meer voorbij komen. Op overheidswebsites na inderdaad. Ja, en dat is ook een beetje wat ik bedoel. Het is op zich niet heel moeilijk om het te doen. Alleen je zult zien dat als je dat toevoegt, dan kan je design inderdaad uit verhouding raken. En dan ga je dus kosten maken omdat je eigenlijk ook een design hebt wat daar weer in mee moet bewegen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dan de economische afweging, dat je dan zegt van ik kies bijvoorbeeld voor een puntgrootte van minimaal 16. Dan heb ik het ook voor 95% van de mensen opgelost. Ja. En Daan, je had nog iets, was ook iets tegengekomen over sowieso hè, dat designen voor inclusion. Ja, ik herken dat een beetje. Wij zijn, volgens mij was dat vorig jaar, was je er ook bij de Next Web, de conferentie. Ja. En daar hield Microsoft dat pleidooi. Dat doen ze al langer. Design for Inclusion project. Waar ze dus eigenlijk zeggen, van zoek nou bewust die randgevallen op.
En als je dat gaat doen in jouw designproces, Microsoft beschouwt dat designproces als breder dan alleen maar websites, maar ook digitale platformen, tools, maar ook fysieke producten. En die zegt, dat levert hele mooie bijverdiensten op. Als jij iets ontwikkelt voor iemand met één arm, ook een website, dat je ervan uitgaat dat je alleen maar pinch en zoom kan doen met bijvoorbeeld met één vinger, dat ook een alternatief moet zijn, dat er bijvoorbeeld een slider bij komt. Dat ook voor andere gebruikers veel oplevert. Bijvoorbeeld als je, jij kent de situatie wel, je loopt met je babytje rond in één arm en je bedient je smartphone maar met één hand. Dat dan eigenlijk voor een bredere groep ook in één keer fijner begint te werken, omdat je het met één hand kan bedienen. Of met die kleurenblindheid, of die slechte contrasten maakt, waar jij het over had op schermen. Dat als je in de zon loopt met je telefoon en op het terras zit en je moet even snel wat regelen, dat dan ook niet lekker werkt met die kleuren op die manier. Dus dat je het product wezenlijk beter maakt door naar die randgevallen te kijken. En daar zie ik ook, ja, in die regeltjes, als je ze gewoon leest en je gaat echt een keer kijken van wat zijn de succescriteria, echt heel diep gewoon in die eisen van die toegankelijkheid, dan staat er bijvoorbeeld ook dat een kop, een header tekst bijvoorbeeld, echt beschrijvend moet zijn waar de pagina over gaat. En er zitten een paar toetscriteria van beantwoord deze vraag, beantwoord die vraag. Of groei op buttons, dat er goed staat wat je gaat doen als je erop klikt. Dat is voor een visueel gehandicapte super belangrijk. Maar ook dat je, dat je aan de tekst al kunt zien waar de button dan zou moeten staan, bijvoorbeeld. Want dat soort dingen, daar zie ik dat ook wel in terug, die visie van Microsoft. Ik zit ook een beetje te denken aan, als ik kijk naar mijn eigen auto, ik kan nu, mijn nieuwe auto met mijn afstandsbediening, hoe heet dat ding, met sleutel, kan ik de achterklep open doen terwijl ik er naartoe loop. Of sterker nog, ik kan met mijn voet onder de bumper langs zwaaien en ik kan het open doen. Dat is natuurlijk bedacht vanuit het principe, je hebt je handen vol en dat soort zaken. Maar nu het erin zit, gebruik je het ook op heel andere manieren. Zelfs gewoon dagelijks gebruikt wordt, denk ik. En ik kan me ook voorstellen dat die slimmigheden in de website, die voelen alsof je ze maakt voor de uitzondering. Maar als je ze eenmaal hebt, dat er een veel grotere groep van toch het voordeel van ondervindt. Ja, en daar hebben ze heel veel voorbeelden ook van hoe dat... Zo is transcriptie ook van video's een beetje ontstaan. En al gebruikt eigenlijk iedereen het transcriptie. Ja, dus van wat er wordt gezegd, de subtitles gaan renderen. Nou, eigenlijk is het tegenwoordig al standaard op Instagram of Facebook, weet je, dat je even geen oortjes in hebt, kun je toch zien waar die video over gaat. Dat soort dingen die zijn in principe ontwikkeld allereerst ooit als ondersteuning voor gehandicapten wel. Teletextpagina, dat is ook wel 8 of zo. Ja. Tegenwoordig gebruikt iedereen het op die manier. Dus ook een bureaustoel, ja, die zijn verstelbaar, omdat je hele lange en hele korte mensen hebt. Maar nu is het toch wel heel fijn dat ook als gemiddelde gebruiker je bureaustoel net zo kan afstellen dat het echt lekker zit. Dat soort voorbeelden kun je ook heel veel in websites zien. Dat als je het zo regelt voor de randgevallen, dat ook normale gebruikers echt wel baat bij gaan hebben. Dus in die zin vind ik dat in die piramide ook, hè. Eerst kijken, ja, Maarten, wat je zegt, werkt het überhaupt? Dat is ook een goed punt. Maar daarna, voordat je gelijk inderdaad dingetjes mooier, sexier gaat maken, eerst kijken, is eigenlijk alles wel voldoende duidelijk. En dan, ja, dan kun je best wel, het is ook, denk ik, maatschappelijk gezien ook wat verantwoorden. Als je eerst eens gaat kijken, ja, wat als iemand inderdaad het slechter ziet? Wat als iemand het echt niet kan, gehandicapt is? En misschien heb je als bijvangst de mensen die met een leesbril normaal op je site komen, die hem net even niet op hebben, dat je die wel gaat confronteren. Ja. Dat is allemaal hartstikke mooi. Moet zeggen, mijn schoonouders hebben ook alles veel groter ingesteld staan. Denk dat de website ook, een gemiddelde website wordt er ook niet meer mooier van bij hen, omdat er gewoon niet over nagedacht is. Nee, maar ja, dan zul je zien dat de website misschien wel mooi wordt, omdat er wel over na wordt gedacht. Ja. En dat het vast voor iedereen beter is. Ja. Ja. Dat bruggetje wat je net ook maakt naar de piramide. Dat is eigenlijk ook wel grappig, want je zegt nu inderdaad bij de overheidswebsites noemen we dat echt toegankelijkheid, want daar los je die problemen ook echt op voor de doelgroep, dus voor die ene specifieke uitzondering. Maar voor de rest is het dan eigenlijk een stukje intuïtiviteit. Dat is veel hoger in de piramide normaal gesproken. Maar je lost nu dan eigenlijk een soort van per ongeluk ook een stukje intuïtiviteitsproblemen op de website. Door voor anderen inderdaad voor eens hele specifieke situaties. Dus ik denk dat we dat nu ook al best wel veel doen. Dus dat we kijken, is hij goed te bedienen met één hand en op verschillende, op mobiel ook echt op touchscreen testen. Alleen voorheen of op commerciële websites kijk je daar eigenlijk pas in een latere fase naar dan in de toegankelijkheidsfase. Ja. Omdat je dan in die toegankelijkheidsfase ga je eigenlijk nog optimaliseren voor de massa en pas als je hoger in de piramide komt op het individu. Ja, maar zou je als marketeer toch al eerder over die individu na moeten denken? Of zeg je van, voor commerciële websites is het ook wel heel logisch om het in deze volgorde te doen? Ik denk dat je er altijd over na moet denken. En niet alleen om de reden dat het fijner kan zijn en dat dat meteen invloed heeft op je omzet. Maar
net als in een normale winkel zeg je altijd de klant is koning. Online is dat ook een beetje zo. Dus je wilt eigenlijk niemand uitsluiten op je website. Ik denk alleen dat het verschil met een commerciële website wel is dat je iets meer gaat kijken naar een kosten-batenanalyse. Dus hoeveel kost het me om het te doen en hoeveel mensen hebben er dan uiteindelijk baat bij? En als dat dan 0,5% mensen is, dan kan ik me voorstellen dat je daar een andere oplossing voor kiest dan als de kosten heel laag zijn. Ja. Snap wat ik bedoel? Zegt de overheid eigenlijk ook iets over mobile first? Is dat, want we praten best wel, tenminste zo interpreteer ik het eventjes, als desktop websites. Maar volgens mij een heel groot deel van de samenleving heeft niet eens meer een laptop of een desktop thuis en gaat eigenlijk alleen met een mobiel of met een tablet ernaartoe. Wordt daar, dat is eigenlijk ook al de basis van überhaupt toegankelijk zijn. Ja, ze hebben het niet echt over mobile first, maar ze maken eigenlijk helemaal geen onderscheid tussen de desktop en de mobiele website. En misschien is dat nog wel beter. Ja. Ze gaan er gewoon vanuit dat het goed moet werken op alle apparaten. Altijd, overal, in alle situaties eigenlijk. Ja. Snel of traag internet, ja. Ik heb hier nog eventjes, ik had even behoefte ook aan een concreet voorbeeld. Ik heb nog eens even die richtlijnen bijvoorbeeld erbij gepakt. En dan, die richtlijnen waar de overheid aan moet voldoen, of de semi-overheid vanaf nu af aan, is dan de WCAG, of WCAG, of hoe je het ook uitspreekt, de Web Content Accessibility Guidelines. En eentje die ik bijvoorbeeld wel mooi vond, was de WCAG 2.1 is het dan, consistente navigatie is dat. Eigenlijk is dat dus, die regels zijn opgesteld voor mensen die cognitieve beperkingen hebben, slecht zicht of intellectueel inderdaad wat belemmeringen. En dan kunnen zij makkelijker voorspellen waar je dingen op pagina's kan vinden, omdat je gewoon het visueel herkenbaar hebt. En daar hebben ze echt een heel voorbeeld van opgesteld, dat het consistente plek heeft, dat het... ook eigenlijk consistente plekken komt eigenlijk al op neer. En er staan ook echt van die harde regeltjes en toetsjes van waar je dat, hoe je dat voorkomt of dat je dat juist goed houdt. In één voorbeeld is bijvoorbeeld skip PDF's zoveel mogelijk. Als je kan, haal content uit de PDF, zet het in een webpagina zodat de navigatie beschikbaar blijft. Ik kan je voorstellen dat iemand die intellectueel het niet helemaal snapt of de tekstlinkjes niet goed kan lezen, in één keer in een PDF-je gevangen zit. Maar dat vind ik juist zo'n mooi voorbeeld. Dat zouden mijn ouders ook kunnen overkomen. Dat ze op een website navigeren en in een PDF-je zitten. Kijk, dan kun je als intelligente gebruiker wel snappen, maar dat is een verbetering voor iedereen als je dat soort regels toepast. Ja. Ja, de mooie vind ik ook wel. Het zijn ook heel veel dingen die je gewoon in je eigen website ook, waar je eigen website ook even op kunt checken. Ik kwam ook iets tegen. We zullen overigens een linkje zetten naar die WCAG-richtlijnen in onze show notes. Maar ik kwam ook tegen dat je je regelafstand gewoon op 1,5 moet zetten, bijvoorbeeld. 1,5, want daarmee wordt het gewoon lekkerder te lezen. En dat zijn dingen die je in design, waar je gewoon rekening mee kunt houden, wat helemaal niet per se mooier of niet mooier maakt, maar wat het voor iedereen waarschijnlijk beter leesbaar maakt. Ja, ik denk wat het inzicht een beetje is dat je misschien niet met individuele als commercieel of misschien niet grootschalig grootschalige marketeer, dat je niet met gehandicapten kunt gaan testen, maar dat die richtlijnen die er zijn, je wel heel veel handvaten geven waarin je het volgens de regels toegankelijk maakt, die ook eigenlijk een basisset zijn aan regels die je heel goed kan gebruiken, dat als je het daar goed doet, dat je inderdaad wat Maarten al zegt, dat bijna een intuïtieve gebied terechtkomt als je die regels maar hanteert. En Maarten, wat zou je nu als je marketeer bent en je hebt een webshop of je hebt gewoon een mooie bedrijfswebsite om leads mee te genereren bijvoorbeeld. Wat zou jij ze adviseren om daar, bij wijze van spreken, morgen al mee aan de slag te gaan? Ja, ik denk aan de website die ik net noemde, digitoegankelijk.nl. Daar staan die richtlijnen ook allemaal op uitgeschreven. Dat is een website van de overheid. En ik denk inderdaad dat als je daar eens doorheen leest en eens doorheen kijkt, dat je al heel veel punten vindt waarvan je denkt, oh, daar kan ik nog wel wat mee. Of, oh, dat hebben we al wel voor elkaar. Dus ik denk dat je daar al een heel mooi startpunt hebt. En dat zijn vaak optimalisatiepunten. Je hoeft niet per se naar een nieuwe website of waarschijnlijk hele grote dingen te doen. Het zijn gewoon kleine optimalisatiedingen die je zelf kunt doen of even met een beetje hulp van een webbouwer kunt regelen. Ja, dat zijn heel veel relatief kleine punten inderdaad. En zoals ik zei, dat zouden dus al tekstjes kunnen zijn. Dus die je normaal gesproken helemaal niet ziet en waar je niet naar kijkt. En waarschijnlijk kun je dat in je CMS-systeem gewoon aanpassen of toevoegen.
Ja. Ik zie het als een soort grote inspiratiebank voor allerlei websiteverbeteringen die gewoon de toegankelijkheid en daarmee ook uiteindelijk de usability en de intuïtiviteit te goede komen. Ja. Maar ja, verder denk ik dat als je echt morgen al, of misschien zelfs vanmiddag wel er wat mee wilt doen, iets wat ik misschien wel het meest tegenkom zijn problemen met contrast. Dat kom je op bijna elke website tegen. Denk dan bijvoorbeeld ook aan teksten die over afbeeldingen heen staan. Knoppen inderdaad die grijs, lichtgrijs en donkergrijs bij elkaar staan. Dus ik zou ook de website in ieder geval daar een keer goed op controleren. Want daar En hoe weet ik dan wat goed is en wat niet goed is? Zijn daar tooltjes of extensions voor in je browser bijvoorbeeld? Ik gebruik zelf eigenlijk de truc om eigenlijk mijn ogen een klein beetje dicht te knijpen. Dat klinkt misschien gek, maar als je ogen een klein beetje dichtknijpt, dan zie je dat sommige elementen opvallen en veel minder opvallen. Dus als je ergens over twijfelt, is dat wel een manier om even te kijken, kan ik het dan nog lezen? Wat soms ook helpt is om even iets meer afstand te nemen en dat je dan al heel snel bijvoorbeeld tekst niet meer kan zien. Dan weet je dat je eigenlijk te weinig contrast of een te kleine puntgrootte gebruikt. Ja. Wat je verder ook wel heel veel tegenkomt is dat het ontbreken van een kruimelpad of dat aangeeft op welke locatie je in de website bent. Dat wordt vaak ook wel in use tests ook als erg vervelend ervaren, want als mensen dan terug willen weten ze niet waar ze zijn gebleven. Dus ik zou ook goed controleren, heb je een kruimelpad en geef je in het hoofdmenu aan, dan moet je eigenlijk even highlighten op welk punt je bent in de website. En wat je als allerlaatste best wel vaak tegenkomt en wat ook makkelijk te controleren is, zijn kleine teksten. Je wil online toch eigenlijk wel minimaal een puntgrootte van zo'n 14 tot 16 gebruiken. En je ziet heel vaak dat dan ergens onderaan of zo ook nog kleine tekstjes staan. Dat is ook makkelijk om je website eens op te controleren. Ja, quick wins die je zelf snel kunt doorvoeren. Goeie punten. Daarmee, jij vanuit je vakgebied hamer je hier natuurlijk altijd op, hè, van dat het een belangrijk onderdeel is. Is daarmee ook een beetje, hè, vind je misschien dat marketeers het ook belangrijker moeten maken? Of onderschatten wij het belang ervan misschien als marketeer? Als je deze vraag een jaar geleden had gesteld, dan had ik denk ik gezegd sowieso ja. Ik vind, het valt me op dat er steeds meer aandacht is voor het hele UX-gebied, wordt het dan vaak genoemd. En daar is dit natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Ja. Dus ik denk dat steeds meer mensen zich heel bewust zijn van het belang. Er zijn natuurlijk nog genoeg websites waarbij dat niet het geval is. Dus wordt het onderschat? Ja, het wordt regelmatig onderschat. Maar ik denk ook wel dat er echt wel grote stappen worden gemaakt in de branche om daar wel serieus mee bezig te zijn. Je ziet goede ontwikkelingen dus, wat dat betreft. Ja, wat dat betreft zie ik wel goede ontwikkelingen. En ik denk dat dit soort wetgeving, ook al is het in dit geval dus niet voor commerciële websites, maar echt voor overheid en semi-overheid websites, ik denk wel dat dit eraan bijdraagt. Ja, het is wel een stuk extra bewustwording in ons hele vakgebied. Daan, hoe zie jij dat? Vind jij ook dat dit al dat je goede ontwikkelingen ziet op dit gebied, op het gebied van UX? Ja, ik denk het wel steeds meer. Al wordt het ook misschien al een beetje gestuurd doordat er steeds meer websites en platform worden gebouwd. Wat je webshops en Shopify ziet, dat er steeds meer dingen worden hergebruikt en standaarden die al goed zijn, zodat marketeers het wiel zelf niet opnieuw gaan uitvinden. Dat scheelt al een heleboel. Dat drijft denk ik ook wel wat. Plus dat, gewoon als je dit niet meer doet, dan val je vanzelf af, zeg maar. Dus een soort natuurlijke selectie. Ja. Als je nu in anno 2020 nog iets hebt waar mensen echt moeite mee hebben, en je opereert op het internet waar de prijzen scherp zijn, waar veel concurrentie is, dan red je het al bijna niet meer. Ja, even randgevallen dagen later, wat heel speciale dingetjes zijn, hele niches, zeg maar, dan zie je af en toe nog echt wat websites die nog niet eens mobile first zijn. Ja. Maar over het algemeen is dat denk ik de onderliggende trend die het sowieso beter maakt. Je moet wel als marketeer. Ja. Maar dan ben ik mijn vraag even kwijt zitten te denken. Maar ja, je moet als marketeer, en we worden als met z'n allen wat algemener, wat bekwamer en bewuster hiervan. En dat wil ik vragen, Martin. Bij wie hoort dit nou? Is het nou een designer? Of is dit nou de UX-specialist die bij design betrokken is? Of ja, je ziet het ook steeds meer tooling waar het dan beter in gebeurt. Want je kunt natuurlijk je website laten bouwen, misschien minder vanuit een user-perspectief, maar gewoon vanuit een heel mooi plaatje door een hele goede designer. Kun je er dan vanuit gaan dat diegene dat ook op die manier daarnaar kijkt? Waar moet je als bedrijf op letten, als marketeer op letten, als je een opdracht uitzet?
Ja, ik denk dat je vooral heel goed je doel moet stellen. Dus wat wil je bereiken met je website? En dan zal 9 van de 10 keer het design niet het overkoepelende zijn. Dus 9 van de 10 keer is het omdat je veel wil verkopen, omdat je leads wil verzamelen, omdat je informatie wil geven. En dan heb je dus wel vanuit gebruikersperspectief een heel duidelijk doel voor je website. In dat geval zou er wat mij betreft altijd iemand met een UX-achtergrond betrokken moeten zijn. Want een designer kan natuurlijk een supermooi design maken en die zal vast ook rekening houden met UX. Maar er zal altijd iemand een soort verantwoording over moeten nemen, om het maar zo te noemen. Ja, ook vanuit de gebruiker, de eindgebruiker, dat perspectief aannemen en meekijken. Ja, die echt vanuit de andere kant naar de website kijkt, om mij even zo te noemen. Ja. Heb je nou wel het doel dat het bijvoorbeeld een hele mooi gedesigneerde one-page moet zijn, bij wijze van voor heel kort aandacht? Ja, dan zou het ook kunnen dat je zegt, design staat voorop. Maar zelfs dan denk ik dat het nog steeds verstandig is om een UX ermee te laten kijken. Ja, maar je zegt wel, het zijn echt wel verschillende specialisten. Waarschijnlijk een goede designer houdt er rekening mee, maar die gaat vaak, of gaat misschien wel voor het uiteindelijk mooie plaatje, waarvan de UX er echt voor het gebruiksgemak gaat. Je hebt andere soort prioriteiten wat je voorop zet. Ja, over het algemeen zijn het ook wel een iets ander soort mensen. Een designer zijn vaak creatieve mensen. En die kunnen waarschijnlijk ook heel goed zich wel verplaatsen in een gebruiker. Maar die doen het altijd met de creatieve gedachte erbij. En een UX'er zal over het algemeen iets meer een onderzoeker zijn. Dus die zal toch gaan kijken, die zal zich proberen te verplaatsen, maar die zal ook gaan kijken, kan ik toch een doelgroeponderzoek doen, of kan ik toch wat interviews afnemen om te kijken of het echt zo is wat ik denk. Ja. Ik denk dat daar wel een fundamenteel verschil zit. Gevoel versus ratio. Ja. Zie jij dat ook zo, Daan? Ja, daar sta ik wel achter inderdaad. Althans binnen de digitale wereld, zeg maar. Ja. Ik denk als je een designer, echt een product designer vraagt, dan zal het er niet mee eens zijn. Maar binnen de context van digital marketing is dat denk ik echt wel vaak zo, zoals Maarten dat beschrijft, absoluut. Oké. Volgens mij zijn we weer mooi bijgepraat over de ontwikkelingen op dit gebied. De toegankelijkheid van websites en apps. Zoals ik al zei, ja, de overheid gaat daar weer een verfijningen, verbetering van de wetgeving doen, ook voor dus de semi-overheid websites. Maar zeker iets waar je als marketeer ook rekening mee kunt houden, eigenlijk misschien wel moet houden. En je ook door de richtlijnen van de overheid kunt laten inspireren om nog eens kritisch naar je eigen site en app te gaan kijken. Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. En mocht je meer willen weten over dit onderwerp, nou ja, relevante artikelen en verwijzingen vind je in onze show notes. Ga daarvoor naar advice.nl/podcast. Dan krijg je deze aflevering te zien en dan daaronder ook allerlei relevante artikelen. Daan, dankjewel voor nu weer. Ik kreeg net een bericht binnen trouwens van het gemeentelijk belastingkantoor. Ik zal eens even kijken of het allemaal toegankelijk is. Door mijn ogen spleten met één hand. Kijk, komt dat daar een live user test. Nou, dames, we zijn benieuwd naar jouw bevindingen. We gaan het volgen. Dankjewel en bedankt voor het luisteren. En wil je een volgende aflevering niet missen of eerdere afleveringen terugluisteren? Nou, abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast app of in Spotify. Zo krijg je altijd de nieuwste aflevering. En alle afleveringen zijn ook altijd terug te zien op YouTube. Daar zie je ook een beetje beeld bij. Dus als je het fijner vindt om gewoon lekker naar ergens te kunnen kijken, dan kun je onze podcast ook vinden op YouTube. Dank voor nu en heel graag tot de volgende aflevering.